Hey mensen! Mensen zijn vaak veel met hun uiterlijk bezig en daarom heb ik hier 10 manieren om er knapper uit te zien. Even een fotootje maken hoor. Tostie! Nice. Ah. Mijn tanden zijn echt niet mooi wit op deze foto. Ik zou echt zo graag wittere tanden willen. Ja, maar dat is eigenlijk best wel een gedoe hè, om je tanden helemaal wit te krijgen. Ik bedoel, dan moet je iedere dag je tanden poetsen en zo. Ja? Oh, wacht. Ik heb een idee. Wat denk je dat gaat werken? Ja, hoezo? Dit is toch ook wit? Ja, oké, maar het is wit. Maar het wilde niet meteen zeggen dat... Oké. Ja, moet je... Ja, lachen. Oh, je hebt gewoon witte tanden, man. Laat mij ook eens. Hier. Maak jij de foto? Hier. Hey, jongens. Hebben jullie mijn scheerschuim gezien? Rick, volgens mij vindt Dylan me niet meer echt knap. Iedere avond als we naar bed gaan, dan gaat hij meteen slapen. Dat is toch de bedoeling van een bed? Je snapt wat ik bedoel. Ja, maar daar weet ik wel wat op. Ik las laatst in het tijdschrift hoe je knapper kan worden. Oh? Kijk, hier staat het. Oh, wacht. Dit is wel een tijdschrift voor mannen, zie ik nu. Dat maakt niet uit. Schoonheidstips zijn voor mannen en vrouwen. Ik sta voor gelijkheid, Rick. Oké. Hey, goedenavond. Hey, schatje. Rick, dit ben ik niet. Dus, jullie willen de volledige behandeling? Ja, ik wil graag wat knapper worden. Ja, ik ook. Ja, snap ik. En ik vond het gezellig om mee te gaan. Nou, dan mogen jullie een keuze maken. Ik heb een avocado-masker. Oh, die wil ik wel. Ik ben echt dol op avocado. En dan heb ik nog een komkommer-masker. Ja, die wil ik wel. Ik hou van komkommers. Oh, wat leuk, Koen. Ik ook. Gedeelde interesse. En dan heb ik nog... Ik wil graag dat! Oh, nee, maar dat is niet per se... Nou, whatever. Oh, dit avocado-masker voelt geweldig. Ik voel gewoon dat het goed voor me is. Oh ja, ik heb precies hetzelfde met dit komkommermasker. Dit is echt fantastisch. Ja, dit frikandellenmasker is ook echt geweldig. Ik weet zeker dat dit goed voor me is. Zo, Rick, hetzelfde als altijd? Ja, hetzelfde als altijd. Nou, dan gaan we dat regelen, kijk eens. Oh, ik heb trouwens een fantastisch nieuw product. Daar gaan je haren altijd goed van zitten en hoef je het nooit meer te kammen. Wil je het? Oh ja, dat lijkt me wel wat. Ja. Het is wel duur. Helemaal niet. Oké, dan gaan we dat doen. Blijf lekker zitten, hè? Nergens heen gaan. Zo, kijk eens, hier is hij. Ik doe het er even in. Zo, dan laten we het even intrekken. Tot zo. Nou, Rick, wat vind je ervan? Ontharingsmiddel? Ik heb de verkeerde gepakt. Zo, Rick, we zijn klaar. Kijk eens. Nu al? Wat snel. Zo, ja, wat vind je ervan? Leuk, hè? Ja, superleuk. Ja, nou, hey, Rick, wat leuk dat je er was. Tot de volgende keer, hè? Ja, doei. Bedankt, hè. Ja. Doei. Doei. Weet je het echt zeker? Ja, weet je, ik heb er lang over nagedacht. Maar ik wil er gewoon net zo knap uitzien als jij. Ja, dan moet je het gewoon doen. Goed, Dylan, als ik het goed begrijp, wil je net zo knap worden als Koen? Ja, heel graag. Dat wordt geen gemakkelijke operatie, maar dat moet wel lukken. Yes. Nou, volgens mij is de operatie geslaagd. Ik denk dat jij heel veel plezier gaat hebben van jouw nieuwe uiterlijk, Dylan.
Ik ben Koen. Oh ja, sorry. Nee, Dylan lijkt nu zoveel op jou, dat is bijna niet te onderscheiden. Rick, misschien weet jij het wel. Ik zit al een tijdje met de vraag, hoe zie je er nou knapper uit? Dylan, dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Alles draait om kleding. Dus bedenk maar, wie ken ik die altijd mooie kleding draagt? Iemand uit je team bijvoorbeeld? Iemand die ook een baardje heeft of net wat? En dan kopieer je dat gewoon. Goed idee, man. Goed idee. En Dylan, was je blij met mijn tip? Ja, zeker. Ik heb direct gedaan wat je zei. Ik heb goed gekeken naar de kleding van Teun en dat heb ik aangedaan. Ja, ik zie het. Mooi, hè? Ja. Hey, Koen Weiland! Hey, Rick. Welkom, man. Leuk dat je me mee hebt gevraagd om vanavond naar de kroeg te gaan. Ik wilde er vanavond echt even extra knap uitzien, dus ik dacht... Laat ik Rick meevragen. Oh ja, leuk. Ja, hey, top man. Ja, top. Top. Yeah. Dylan, als je er echt goed uit wil zien, dan moet je wel op je houding letten. Rechtop zitten, dat is heel belangrijk. Echt waar? Rechtop, is dat alles? Ja, rechtop, meer is het niet. Nou, dat vind ik wel fijn om te weten, want ik heb vanavond een romantische date met Marit. En ja, dan wil ik er natuurlijk wel super knap uitzien. Nou, rechtop zitten dus. Rechtop? Ja, rechtop. Gewoon recht? Rechtop. Nou, dan ga ik dat gewoon doen. Ja. Zo, ja. Rechtop. Maar... Waarom zijn die controllers in de video's van Dylan ook altijd uit? Dylan, waarom ben je thuis? Je zou toch uitgaan met Marit? Nee, ik voel me echt helemaal niet knap vandaag. Oh, maar dan moet je dat juist wel doen. Wat bedoel je? Nou, jezelf knap voelen, tevreden zijn met jezelf. Ik heb dus ooit eens gelezen dat echte schoonheid van binnen zit. Dus als jij je knap voelt, dan vinden anderen dat ook. Denk je dat echt? Nou, ik wil het wel proberen. Ik voel me knap. Ik voel me knap. Ik voel me knap. Ja, Dylan, het werkt! Echt? Het werkt echt! Het is gelukt! Maar wacht even. Als ik knapper word, als ik me knapper voel, kan ik mezelf dan ook minder knap denken? Interessant. Probeer eens. Ik ben niet knap. Ik ben niet knap. Ik ben vettig. Ik ben smerig. Ja, het werkt! Oh, nee, wacht. Stop maar. Stop maar. Hoezo? Werkt het niet? Nee. Je bent ineens de allerknapste persoon op deze hele planeet! Huh? Echt? Sporten is gezond, Dylan. Je krijgt er een goede conditie van en grotere spieren. Word je meteen stukken knapper. Nou, dat is goed om te horen, want ik heb vanavond een date met Marit en dan wil ik er natuurlijk wel super knap uitzien. Oh, wat? Vanavond al? Ja, dus ik ga nu even snel sporten en dan hebben we dat er ook weer op zitten. Even kijken. Ik zet hem op het hoogste standje. Wow! Zo! Ja! Ja, wat? Zit ik er? Ik rol in. They see me go. Goed, Dylan.